Dus heb ik had geen woorden voor, hè? Zo. Het verdriet is intens, hier in Breda, maar vooral ook in Teteringen, waar het complete gezin van Keulen het leven liet tijdens de vliegramp. En dat doet veel. Ik ben ook bij het condoleansregister geweest en in de kerk. Ik ken de mensen persoonlijk niet, maar ja, je voelt gewoon de pijn. En ik denk met mij vele Nederlanders. En heel gezin gewoon helemaal weg. Ja. Al de hele dag is het een komen en gaan van mensen die eventjes een bloemetje komen leggen. Ja, dat doe ik toch even zeer. Het is toch een emotionele gebeurtenis, toch? Het is verschrikkelijk. Als ik bedenk dat het mijn gezin is, dan word je heel stil. En als teken van medeleven voor de naaste familie, denk ik dat het goed is dat we dit doen. Het verdriet wegnemen kan niemand, maar een bloemetje leggen of de vlag half stok hangen is in elk geval iets. En dat vind ik toch wel een beetje rust. Toch weer, dat ik toch weer een steuntje bij heb gedragen.